Nou, Frans. Ja, leuk dat je hier bent. Bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Ja, welkom op mijn YouTube-kanaal 5G Free, mm-hmm. waar ik interviews en gesprekken doe met mensen om erachter te komen in deze tijd rondom 5G. Wat is het nou eigenlijk? Is het wel of niet schadelijk? En zo ja, wat kunnen we eraan doen? Dus laten we maar beginnen met dat onderwerp eerst, 5G. Dus mm-hmm. hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Hoe heb je je mening daarover gevormd? En wat is je mening daarover? Lieve help. Hoe ben ik eraan gekomen? Dat is dat ik 8 jaar geleden ben ik begonnen met in Nederland het eerste evenement neer te zetten over bewustzijn. Dus alles wat met bewustzijn te maken had. En dat heette toen Earth and Beyond. En dat werd gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. Alleen bij zo'n evenement dan heb je vaak 25 tot 30 sprekers. En die sprekers die spreken dan ieder in een zaal over een bepaald onderwerp. Nou, dus eigenlijk is 8 jaar geleden zijn die voorbereidingen begonnen. En in al die jaren maak ik dus contact met een heleboel mensen die heel bijzondere gaven hebben of informatie hebben. En die vertellen dat dan op mijn conferenties. We hebben inmiddels ook een Truth Convention erbij. We hebben een Shine Convention, een Wake and Aware Convention. Dus er zijn een heleboel van dat soort dingen wat ik organiseer. En dan ontmoet je mensen die op het gebied van bewustzijn, op het gebied van... Dank u wel. Op het gebied van ruimtevaart, mind control, buitenaards contact. Nou, heel uiteenlopende onderwerpen. En straling, dat is zeg maar een jaar of drie kwam dat echt op. Ik heb toen ook de eerste sprekers daarvoor toen gehad. Die gaven aan van ja, en dat weet ik inmiddels natuurlijk nu ook. Kijk, straling is een soort zending van elektrische energie. En op zich is dat niet erg. Wij kunnen dat wel hanteren. Alleen, er is een punt waarbij je de straling zeg maar opvoert. En dan moet je gaan kijken van ja, wanneer is het dan nog te absorberen voor plant, dier of mens. En als je dan daar verder in duikt, en dat heb ik ook gedaan. Maar goed, zoals je weet, ik heb een aantal onderwerpen. Vooral de aarde, dat is mijn hoofdthema. Wat is de aarde, de vorm en de structuur? Hoe werkt de aarde? Hoe werken de transformatieprocessen die op aarde gaande zijn? Nog steeds. Alleen dat gaat in een traag tempo, dus dat zien wij niet allemaal direct. Maar daar zijn wel veranderingen gaande. Dus, en dan ga je dus verder in op straling. En ja, dan ontdek je zeker de laatste jaar, anderhalf jaar, ontdek je steeds meer dingen. Waarvan je denkt van jongens, dat hele 5G, vijfde generatie straling, is daar überhaupt wel goed voor een mens, plant of dier? Kun je daar dingen bijvoorbeeld mee veranderen? Nou ja, dan zijn we gelijk al bij dat onderwerp. En wat even belangrijk is voor de mensen, is dat je natuurlijk twee... Je kunt die straling eigenlijk in ioniserende straling verdelen. En dat is X-ray en gamma, dat is zeg maar heel hoogfrequent. En je hebt niet-ioniserende straling. Ioniserend wil zeggen dat je bijvoorbeeld door straling de elektronen uit een atoom of een molecuul kan wegtrillen. En die zendt zoveel straling af dat zo'n elektroon denkt van kom, ik ga er vandoor. Ja. Nou, dat is onprettig. Hè? Daar kun je tumoren van krijgen en kanker. Alleen 5G is een, zeg maar een niet-ioniserende straling. Hè? Dat zit daaronder tussen zeg maar 4 gigahertz tot op dit moment zo'n 90 gigahertz. Alleen niet-ioniserend wil zeggen dat het dus niet elektronen loskweekt, maar wat er wel gebeurt is dat ze gaan bewegen en vibreren, dus trillen. Kijk, en daar heb je het hellende vlak. Oké, de elektronen gaan niet los, maar wat gebeurt er als die 5G-straling binnen een cel of een organisme de boel laat bewegen en trillen in hoge mate? Nou, dan zou het kunnen betekenen dat er warmte ontstaat, dat is vaak het geval, en een heleboel andere zaken waarvan de overheid misschien zegt, het is niet zo ernstig. Maar in de hearings die ik dan ook volg, blijkt dat er eigenlijk $0 wordt uitgegeven aan onderzoek, zeg maar, hoe veilig 5G eigenlijk is. Hmm. Dat was een hearing, ik denk iets van 3 weken geleden, en dan vraagt die man letterlijk van, hoeveel dollar hebben jullie besteed aan onderzoek over veiligheid van 5G? En dan zegt die man, nul, zegt hij dan, nul. Ja. Dat wordt dus niet gedaan. En waarom wordt het niet gedaan? Ja, 5G is een
manier. Hè, het gaat over miljarden. Dus dat gaat verder niet over geld, maar het gaat dus over miljarden. En dat is ermee gemoeid. Hè, het plaatsen van de zendmast en het in gang brengen van dat hele systeem. En dat is een grote business en dat wil men niet terugdraaien. Nee. Ja, want er kan een hoop geld verdiend worden aan ten eerste het veilen van die frequenties. Oftewel overheden die zeggen, nou jij mag hier, geef mij zoveel geld, dan mag jij ons luchtruim zeg maar innemen op die frequentie. Ja, daar wordt dan geld mee verdiend en vervolgens met al die abonnementen natuurlijk. Ja. Maar wat je dus zegt is dat het is niet ioniserende straling, maar hè, dus we hebben een atoom. En die heeft een proton, een neutron, een elektron. Dan heb je een atoom. En atomen bij elkaar vormen moleculen, vormen cellen. En wat je zegt dus, die niet-ioniserende straling van 5G, die zet wel die elektronen in beweging. Die excite, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat is, kijk, wij mensen, wij trillen zelf ook. We hebben ook frequenties. Onze botten, ons hart, zeg maar, ons biologische klok. Alles heeft een lever, nieren, allemaal een verschillende frequentie. En dat is niet erg, want het geheel maakt dat wij als menselijk systeem kunnen functioneren. Het punt wordt echter dat op het moment dat je je in straling begeeft, a priori zeg ik altijd, is straling niet goed voor de mens. A priori. Dus je kunt, jouw hart bijvoorbeeld, dat hoeft een uur minder te werken per dag op het moment dat je in een houten huis gaat wonen. Als je op vakantie bent of je woont in een houten huis of omgeving, dan zul je merken, hé, er komt een soort rust. En dat is ook stenen en in wezen alles wat energie heeft, dat zenden bepaalde straling uit. Maar dat is niet erg, op zich kun je dat wel handelen, maar zodra, want wij zijn geaard. Hè, mensen, wij zijn geaard, wij staan met de voet op de grond, dus als wij straling hebben, kunnen we dat eigenlijk ook wel weg laten vloeien. Maar als je vliegende insecten hebt en bijvoorbeeld vogels, en je leest wel eens dat er vogels ineens of spreeuwen uit de lucht vallen, en dan is het totaal onduidelijk waarom dat eigenlijk gebeurd is. Maar die vogels zijn dus niet geaard. Hè? Die hebben dus niet de mogelijkheid om de energie die ze ontvangen meteen weer te kunnen laten wegvloeien, zeg maar. Dus je moet dus niet alleen kijken van wat kan een mens op een gegeven moment aan straling verdragen, maar je moet ook kijken wat kunnen kleinere dieren, insecten, bijen, hè, wat kunnen die bijvoorbeeld aan straling verdragen? En ik kan uitleggen dat niet zoveel is als dat mensen kunnen verdragen. Mm. Dus de eerste slachtoffers zijn vaak de kleine dieren, insecten en dergelijke. Ja, die zullen als eerste, met hoe hoger de straling maakt, ze gaan uiteindelijk dood. Die cellen worden overgeactiveerd en die blazen zichzelf op. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. En er zit er nog één vreemd iets in dat hele verhaal, dat is dat. Je weet dat 5G gaat zeg maar vanaf 4 gigahertz tot 90. 90 wil zeggen dat je 90 miljard elektromagnetische golfjes iedere seconde door iedere cel van je lichaam krijgt. Dat is bij 90. Maar dan zit er een interessante, als je de kaarten, de charts wou ik bijna zeggen, bekijkt, dan zit er iets interessants bij 60 gigahertz. Het lijkt net als je die straling zeg maar bereikt. Je kunt dat net met een knopje aan en minder zetten, harder. Maar als je 60 gigahertz bereikt, lijkt het net of er iets gaat ontstaan waardoor een soort zuurstoftekort ontstaat. Hmm. En er ontstaat eigenlijk niet een zuurstoftekort, maar er ontstaat een proces waarbij de binding van zuurstof, zeg maar aan het bloed, dat veel lastiger kan plaatsvinden. Dat wil dus zeggen dat op het moment dat je, en daarboven zie je dat heel, als je bijvoorbeeld bij 65 gigahertz gaat het weer naar beneden. Ja. Het is net bij 60, zit er even een piek in, net of de zuurstof als het ware gepakt wordt en dat het dan een soort, tot een soort ademnood leidt. Zeg maar. In de longen? Het gebeurt in de longen, want het gaat om de longen wisselen immers het is eigenlijk elektromagnetische energie waar we het over hebben, maar die wisselt dat uit met het bloed. En op het moment, dan kun je wel, zoals bij die corona, bijvoorbeeld long- of beademingsapparatuur opzetten, maar daar ligt het niet aan. Hmm. Het ligt eraan dat die mensen, ik had een voorbeeld gegeven, in Wuhan bijvoorbeeld, vielen meerdere mensen bijna tegelijk neer, omdat ze een soort verstikkingsgevoel hadden. Ja. Nou, als één iemand dat doet, dan zou die ook wat aan de longen kunnen hebben. Maar als meerdere mensen tegelijk dat hebben, dan is er dus iets aan de hand in de lucht of in de atmosfeer, dat veroorzaakt. Je kunt niet op datzelfde moment
dat zoveel mensen ademhalingsproblemen hebben. Ja. Het kan alleen wanneer er dus iets in de lucht zit, letterlijk, die veroorzaakt dat de energie, want lucht is eigenlijk energie, dat je die op die manier niet kan binden. Op dat moment kun je het even niet binden. Nou ja, dus je zegt die zuurstof cellen die zijn in jouw long. Zuurstof is ook weer een apart... Je hebt je longblaasjes en daar wordt dat omgezet. Hè? En je zegt, daar wordt die straling, die beïnvloedt de cellen van je longblaasjes. Kennelijk. En zodat, dus als je dit deel zou afschermen voor die straling, dan zou je er geen last van hebben, in principe. Nou ja, dan zou je op dat moment van die 60 gigahertz geen last kunnen hebben. Ja. Maar zoals ik in het begin al zei, alle straling is eigenlijk bij voorbaat al niet goed voor de mens. Dus de ene kan er ook wat beter tegen dan de ander. De ander is bijvoorbeeld meer gegrond en geaard dan de ander. En ja, de ene heeft sneller hoofdpijn, de ander heeft last van oorsuizen. En het verschilt natuurlijk ook een beetje per organisme. Ja. Per organisme. Dus hoe kan je er beter mee omgaan? Wat kunnen mensen zelf doen? Hè? Stel dus die 5G komt er, die 6G komt er, die straling... We proberen het tegen te houden, maar het komt in onze atmosfeer. Ja. Wat kan je dan als mensen... Nou ja, kijk het, als je er echt last van hebt, dan moet je je buiten dat elektromagnetische veld gaan begeven. Ja. En dus op het moment dat je buiten het veld stapt, bijvoorbeeld door omhoog te gaan of door naar een oor te gaan waar het helemaal niet is of nauwelijks is. Als je de stralingsnormen ziet, bijvoorbeeld vergelijking Canada, Amerika en Oostenrijk... Ja, dat is een verschil van bijna 100 keer zo groot. Wat in Oostenrijk toegestaan norm is, hè, bijvoorbeeld in Amerika, is dat bijna 100 keer zo groot. Dus het ene land gaat daar wat soepeler mee op. Frankrijk is weer anders. Het is er 1/5 van wat Amerika toestaat, zeg maar. Dus het verschilt ook wel een beetje per land. Wat men vindt, hoeveel microwatt per meter toegestaan is. Ja. Dus in Nederland is het 28 microwatt voor tv en radio en het zit ongeveer op 81, meen ik, voor mobiele netwerk. Dus als je beneden de 81 microwatt per meter blijft, dan zegt onze overheid in Nederland van joh, wij vinden dat nog acceptabel. En dat is dan puur op temperatuurverhoging, want wordt dus wel erkend door overheden dat er een temperatuurverhoging is en daar hanteren ze die norm op, toch? Het lichaam mag niet meer dan 0, zoveel graad verhogen in temperatuur. Dus daarmee zeggen ze eigenlijk wat jij ook zei, dat niet-ioniserende straling wel degelijk invloed heeft op... Het heeft zeker invloed. Het laat gewoon cellen trillen. Ja. Zeg maar. Dus. En dan is ook met die corona dat men zegt van, kijk, als een cel overgeactiveerd is of overgeënergetiseerd, zeg maar, dan wil hij wat erin zit wat niet werkt, dat poept hij als het ware uit. Dat is een exosoom, zeg maar. Dat is iets van, willen we niet. Kijk, en dat zou je eigenlijk een soort virus kunnen noemen. Iets wat een cel afstoot van, ik wil dat niet hebben. Maar je kunt dus door straling het immuunsysteem van mensen gewoon verzwakken. Dat is geen raketwetenschap of zo. Je kunt door straling iemand inderdaad verzwakken met zijn immuunsysteem. Ja. Ja. En naarmate iemand meer vlees eet, dus meer ijzer in zijn lichaam heeft, ben je ook veel makkelijker beïnvloedbaar voor die elektromagnetische straling. Dus hoe meer, kijk, dat vlees eten, ik doe het zelf ook wel, maar dat begon eigenlijk in de oorlog, dat men geen groente, fruit, zaden, noten kon eten voldoende. Ja, wat ging je dan doen? Ja, dan ging je maar uit armoede, zeg maar, ging je maar een koe opeten, of een geit, of een schaap. Ja, ja, ja. Maar dat is toen later doorgegaan, hè. Men is dat blijven gaan doen, maar eigenlijk moet je dat natuurlijk helemaal niet doen. Maar goed, doordat wij dat wel doen, rood vlees eten, dan krijg je een soort ijzeropstapeling in het lichaam. En als je, dus die persoon zal gewoon direct al veel meer last hebben van straling dan een persoon die geen vlees eet. Dat is ook vrij simpel. Hoe meer ijzer je cumuleert in je lichaam, door trilling gaat dat los trillen als het ware. Ja, omdat ijzer meer elektronen zich draagt. Stabieler is. Het is beïnvloedbaar voor elektromagnetische straling. Ja. 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 Mijn gevoel zegt ja, want natuurlijk ijzer kan je gebruiken om elektriciteit te geleiden. Liever koper natuurlijk, dat we gebruiken in onze bedrading. Maar ik zoek dan nog even naar van oké, wat is dan precies aan het ijzeratoom wat het beïnvloedbaar maakt? Nou, ik zou je even een parallel geven. Als je bijvoorbeeld, ze hadden toen die Olympische Spelen in Beijing.
En daar heeft het dus 4 weken niet geregend. En eigenlijk de games waren over en de regen kwam terug. Nou ja, het is niet zo moeilijk om bijvoorbeeld met ijzersulfide om het niet te laten regenen. Je hebt een vliegtuig, je strooit wat ijzersulfide poeder over een wolk. Je zet ergens een magneet aan. En die magneet die begint dat ijzer aan te en die wolk drijft gewoon weg. Dus je kunt met ijzer en een magnetisch veld kun je natuurlijk dingen doen. Ah, oké. Okay. Dus dat is een simpele oplossing. Dat het magnetiseerbaar is. Ja, je kan de polariteit beïnvloeden. Ja, exact. Ja, dat kun je doen. Ja. Ja. Oké. Nou, ik slik ijzertabletten. Dus die laat ik maar even aan de kant dan. Ja, ik adviseer dat niet. Ijzer voor je slikt ijzertabletten waarschijnlijk omdat je een kopertekort hebt. We hebben chronisch... Nee, omdat ik veganistisch eet, dus dan denk ik van nou, ik slik voor zekerheid maar ijzer en B12. Nou ja, bij B12 is verder niet, dat lijkt me niet zo'n probleem. Maar als je ijzer wil aanvullen, omdat je misschien moe bent of Maar strikt genomen, ik denk als je dat een keer een koperen ketting gaat dragen, of een keer drinkt uit een koperen beker, gewoon je water drinkt uit een koperen beker, maar even laten rusten, niet rechtstreeks uit de kraan, want het is erg vergif. Maar als je dan zul je merken dat je dat ijzer niet eens nodig hebt. Ja, want? Wat gebeurt er dan? Nou, koper is namelijk het enige, zeg maar, middel of mineraal wat in je lichaam de exacte afscheiding van aminozuren op het goede moment regelt. Maar vroeger kwam het water in door koperen buizen. Ja. En dronken de mensen. Nu is dat allemaal kunststof. En Egyptenaren wisten dat ook. Als je ergens last van, doe een koperen ketting om. Drink uit koperen bekers. Dus ga onder een koperen constructie een keer zitten. Mm. Hoe dat werkt voor het lichaam. Maar dat doen wij niet meer. Ik heb daar ooit een presentatie over gegeven. Over koperziekte, zeg maar. Maar koper die zorgt ook voor de juiste verhoudingen van je... van ijzeren, van natrium in je lichaam. Mm. Maar als je een tekort aan koper hebt, ja, dan wordt het een beetje vrij spel voor alles wat maar binnenkomt. Mm. En als je nu, ik weet niet of je cornflakes eet, maar je zou eens een keer met een magneet door de cornflakes kunnen gaan. Als ze erop springen, dan douwen ze dus expres ijzer in die cornflakes. Ja. Ik heb het gezien hoor, dat mensen dat doen. Ja. Pak open trekken, 3 soorten. Maar de ene doet het niet, maar de andere 2, dan hou je de magneten erbij en hup, ze plakken zo vast aan de... Ja. Dus dan stoppen ze je als het ware extra ijzer in je lichaam. Ja, ik heb ook bij Keuringsdienst van Waarde hebben ze een keer een aflevering over ijzer ook in voedsel gemaakt. Dan lieten ze zien dat er echt ijzerschaafsel gewoon in voedsel werd gestopt, nou ja, mooi terwijl dat helemaal niet opneembaar is door het lichaam. Inderdaad, ja. Maar dat koper, als ik water in een koperen beker doe, komt er dan koper in dat water? Dat lijkt me sterk. Water heeft een Water heeft een geheugen. Als je water muziek laat horen, als je water een rooster even inlegt en je haalt hem weer uit. Bijvoorbeeld, wij bestaan voor 70% uit water. Vergis je niet, water sleept alles mee waar hij langs komt. Als water begint in Zwitserland en het stroomt naar de Rijn, dan als je het bij de zee zeg maar, begint af te tappen, dan heeft het water opgeslagen alles wat hij in die loop van heeft gezien. Mm. Dus dat doet water. Dus als je water, ik drink ander water hoor, mijn water wordt helemaal gezuiverd. Maar als je water gewoon een nachtje in een koperen klankschaal laat staan, dan gaat de water, zeg maar, de structuur en de energie van het koper, gaat die in zich opnemen. Ja. Dat is nou het eigenschap van water. Dus dan heb je het niet over puur natuurkundig, dat de koperstructuur, de atomen... Je moet geen buizen gaan eten of zo. Maar je hebt het meer over nu iets, een beetje para-wetenschap. Dus iets net over energieën, over... Alles om ons heen is frequentie. Alles, ook deze tafel, alles. Ja. Dus ook koper is frequentie. Dus op het moment dat je daar een andere water is ook... Eigenlijk is water vloeibaar kristal. Mm. Water is een soort vloeibaar kristal. Als je nu naar buiten kijkt, regent het. Ja. Maar als jij een tuin zou hebben en het regent een tijdje niet, dan kun je je tuin ook met kraanwater besproeien. Maar je zou dat eigenlijk moeten testen. Je sproeit een gedeelte met kraanwater en een gedeelte met gewoon regenwater. Dan moet jij eens kijken wat het hardste gaat groeien. Mm. Om direct zal dit water, hè, puur regenwater, zal de planten veel meer laten groeien dan dat je alleen maar kraanwater zou gebruiken. Dat heeft veel minder energie, want dat is door ijzerbuizen, kunststofbuizen is dat gegaan, vervuiling zit erin, terwijl regenwater dat niet is.
Dus aan een tuin kun je zien al, is het besproeid met gewoon water of is het gewoon regelmatig regen? Het is eigenlijk verder weg van het leven, minder levensenergie zou je kunnen zeggen. Water, je kan water, ja. Als het door kraan is. Levend water moet je rusten, moet laten rusten, het moet vloeien. En alles, als water 15 keer een bocht maakt, zeg maar, door een onderdruk, dan is de chemische samenstelling is wel hetzelfde. Ja. Maar ander woord kan ik even niet, maar de moleculaire samenstelling van water is anders geworden. Mm. En dat is gewoon, dat levert haast geen energie op. Mm. Dus mijn water gaat door een energiezuiveraar heen en daarna wordt het nog eens een keer met een speciale staaf met water wordt dat gezuiverd en dat brengt het zeg maar naar 40 miljoen bovien. Dat is het enige wat ik drink en ook mijn thee van zet en mijn koffie. 40 miljoen bovie? Ja. Bovie is een waarde, een soort energetische waarde die je kunt geven aan stoffen. Je kan een tomaat ook op bovie en water. Je kunt verschillende soorten water gaan testen, zeg maar. Ja. Ja. En ik heb dat, maar goed, het is ook het geloof wat je dan toedicht. Heel sec, op het moment dat iemand, hier ligt een koekje, als jij dat koekje gaat eten, maar je denkt, joh, dat koekje zou wel eens slecht voor mij kunnen zijn. Ja. En dat zit in jouw systeem. Ja, dan kun je erop wachten dat als je het koekje neemt, dat het systeem zegt, ja, ik doe maar wat jij mij altijd verteld hebt. Dus ik ga daar slecht op reageren. Ja, dus dat is de kracht van gedachten eigenlijk. En van visualisatie. Dat is ontzettend belangrijk en sterk en groot. Ja. Laat dat nooit onderschat zijn, wat de gedachtenkracht doet. Ja. Zeg maar, ik weet niet waar dit interview over gaat, maar... Het is het begint bij 5G en dan gaan we... Ja, dus ik wilde ook nog even een korte afsluiting over dit 5G. Voor die wat korter... Ik vind het heel heerlijk. Nog even door, fijn praten zo, ja. Doorpraten. Ja. Maar als we het onderwerp 5G even af willen sluiten. Wat is jouw soort laatste boodschap over 5G? Of punt 1 is dat ik vind dat een overheid... die moet de belangen dienen van het volk. En op het moment dat het volk komt aandragen met wetenschappelijke rapporten, hè, dat 5G getest is bijvoorbeeld in een brandweerkazerne in Amerika, zeg maar, en dat die mensen met hoofdpijnverschijnselen, dat bij scholen op dit moment ook hè, met 5G wordt gewerkt, en dat in die rapporten staat dat mensen daar last van krijgen, dan vind ik dat je als overheid daar ook tenminste een commissie op kunt aanstellen en zeggen, joh, ga dat nou eens even goed en neutraal onderzoeken. Maar onze overheid die wijst dat af. Die gaat door met het, zeg maar, het installeren en uitrollen van die 5G-masten. Nou, ik was onlangs bij een mast in Amersfoort. Maar goed, één zo'n mast is niet voldoende. Je hebt dan zeg maar, zendhulpmasten nodig. Hè, net als dat Sinterklaas hulpsinterklaas hebben. Mm. En zo'n grote mast heeft ook van die kleine mast en nog weer kleine. Dus zo moet je een heel gebied gaan afdekken. Zeg maar. Dus de overheid die doet dat. Terwijl het volk zegt van ja, maar... Wij willen dat niet. Wij willen dat niet voor de kinderen. Dus wat gebeurt er? Ja, dan ontstaat er nu hè, een wedstrijdje tussen Engeland, Frankrijk, België en Duitsland, weet ik niet, en Nederland, over wie de meeste masten in de fik kan steken. Nou, omdat ze... Kennelijk willen die mensen die masten niet. Nou, daar zit dan ook weer het wrijvingspunt. De overheid zegt van, we doen het toch. We luisteren niet helemaal goed naar de mensen. En de mensen zeggen, ja, nou, lekker dan, maar... Ja, dan steken ze maar in de brand. Dus je ziet wat aan de ene kant gebouwd wordt, dat wordt aan de andere kant dan weer weggehaald, zeg maar. Ik had laatst gezegd van, ja, je kunt beter die kabels even doorknippen met een betonschaar. Dat lijkt me veel sneller gaan dan dat je dat is ook een punt. Je moet eens gaan meten hoeveel bekabeling naar zo'n mast toe loopt. Is dat puur bedoeld om laagfrequente straling, zeg maar, of als ik heb dat gezien, die filmpjes, maar dat zijn zoveel energie wat er natuurlijk naartoe gepompt wordt. Waarom is dat? Kan iemand dat eens uitleggen waarom dat zo is? Dus mijn advies, zorg dat je zelf goed in balans bent. Dat is wel het belangrijkste. Zorg dat je zelf gezond bent, maar dat geldt voor alles, dat je daar ook een beetje tegen kan, zeg maar. En mocht je echt last hebben van iets wat in jouw buurt is komen te staan, of op je dak, en dat kan ook. Of in combinatie met zonnecollectoren. Waarom wil de overheid in? Is dat iedereen moet aan die zonnecollector? Waarom is dat? Zit daar ook wat iets wat we niet weten? Ik noem maar wat hoor. Maar... Dus, in balans blijven. Dus door voeding. Hè? Je zei al minder of geen vlees.
aarde. Hoe kunnen mensen aarde naar het bos gaan of ja, aan de schoenen dragen? Je hebt in Canada is toen dat earth thing ontstaan. Earth thing wil zeggen dat je een gat graaft, je doet je kleren uit, je gaat lekker in dat gat liggen. En wat dan gebeurt is dat de aarde, de mens is een natuurverschijnsel. Dus wij zitten veel dichter bij planten en bomen dan wij denken, onze structuur. Dus wat gebeurt er als je dan in zo'n gat ligt? De aarde gaat jou als het ware pakken. Ik weet niet of jij de boeken kent van Christian de Beerland. Nee. Die zegt van, stel je bent ziek. Mm-hmm. En stel je neemt een zaadje. En dat zaadje doe je in je mond. En laat dat even rondgaan. Vervolgens plant je het zaadje in de grond. Het plantje wat daaruit komt, geneest jouw ziekte. Mm. Dus de natuur, de aarde waar wij overheen lopen, wat een levend organisme is. Het is een levend organisme. Gigantisch groot. Heeft alleen maar het beste met de mens voor. Alleen wij staan zo ver van die natuur af. Wij wonen in huizen die hè, of in torenflats, zeg maar, zo ver van de grond af en van natuur af. Ja, je kunt er eigenlijk op wachten dat we zogenaamde, ja, noem het even, welvaartziekten krijgen. Door onze voeding wat bewerkt is, GMO in voeding, te veel straling, niet te vaak in de natuur zijn, niet meer blote voeten lopen, maar zulke dikke rubberen zolen, zeg maar, eronder. Dus we kunnen een heleboel hebben hoor, we vallen niet meteen om, maar ga de gezondheid van een natuurmens, die heel dicht bij de natuur staat, maar eens vergelijken met iemand die ja, in een grote flat woont. Waar het is alleen maar met beton en chemisch bewerkt isolatiemateriaal. Ja. Ja. En dat voorbeeld van dat je hart een uur minder hoeft te werken, op het moment dat je in een houten huis woont, dat zegt bijna wel alles. Ja. Dat zegt bijna wel alles, ja. Ja. Ja, ik ben ook benieuwd naar die bron daarvan. Dus wellicht kunnen we wat bronnen hierna. Ja, dat is prima. Kan je prima. Die opsturen, ja, die ik even hieronder zet. Ja, ja. En het is een mooi bruggetje naar Flat Earth. Ook wat je zegt, de aarde is een levend organisme. Ja. Dat heb ik ook altijd zo gezien. Ik heb ook altijd gedacht, het stopt niet bij de mens. Ja, het is een soort repeterende. Dus net als dat wij een lichaam hebben en in ons leven miljoenen organismen. Die geen weet hebben van ons. Nee, en geen voorstellen kunnen maken van hoe wij eruit zien of hoe we bewegen of hoe onze relaties zijn. Zo zijn wij natuurlijk ook op die aarde. Wij zien dat als een aarde. Maar wij zijn als die micro-organismen in onszelf. Die geen weet hebben van wat is die aarde precies. En daar kom je bij astrologie en andere planeten. En zijn dat levende entiteiten, ja of nee? Dat vraag ik me af. Ik begin nu heel erg geïnteresseerd te raken in astrologie. En het concept van de platte aarde komt ook steeds terug. En ik voel, ik zit nog in het midden. Ik sta ervoor open. Het zou best eens waar kunnen zijn. En ik vind het ook, het zou nieuwe horizons openen. Als het echt zo is dat er om de aarde heen een muur van ijs is waarachter nog van alles ligt wat we niet kennen. Maar ik heb jou toen een keer gezien op een filmpje van Pauw Nieuws en toen vertelde je, ja, voor mij is het kant en klaar, de aarde is plat. Kan je daar wat over vertellen, hoe je daarbij bent gekomen? Ik ben volledig, ze noemen mij ook de koning van de platte aarde, zeg maar ik ben er volledig overtuigd dat wij totaal niet op een ronde bol leven. Die met meer dan 1 miljard kilometer per uur, dat zijn de cijfers van NASA, zeg maar door een vacuüm, notabene heelal, schieten. Terwijl we dag in dag uit dezelfde sterren boven ons zien. Dus een mens kan sowieso niet, laat staan een hele planeet, maar de aarde is ook geen planeet, zou sowieso niet in een vacuüm kunnen zijn. Een bio-organisme, een André Kuipers bijvoorbeeld, die dan beweert dat hij in de ruimte geweest is. Het is niet waar. Het is, ik ben erachter gekomen toen ik 5 jaar geleden, geloof ik, de derde of de vierde Earth and Beyond organiseerde. En toen hadden we iemand die te spreken over de holle aarde. Die zegt, joh, we leven niet aan de buitenkant zeg maar, van de bol, maar we leven aan de binnenkant. En we kijken als het ware naar een kleine zon en een maan in het midden. En dat vond ik enorm interessant. Ik heb die persoon een 30 jaar gevolgd. Dat was Stephen Christopher uit Amerika. Slimme rakker hoor, slimme man. Maar op een gegeven moment toen zag ik problemen ontstaan die we bij de bollenkant bijvoorbeeld ook hebben. Een simpel voorbeeld is het vliegtuig. Het vliegtuig dat start bijvoorbeeld in Amsterdam en dat vliegt naar Bangkok. Maar op het moment dat je over een bol vliegt, dan zo'n bol die zakt op een gegeven moment bij je weg. Hè? Want er is kromming, curvature. Er is een kromming van de bol, anders heb je geen bol.
Maar als een vliegtuig rechtdoor vliegt, ja, dan kun je erop wachten dat die afstand tussen de aarde en het vliegtuig steeds. Dus eigenlijk zou het vliegtuig voortdurend moeten dippen. Hè? Die zou voortdurend moeten dalen met de neus om de kromming van de aarde te volgen. Nou, iedere piloot weet al dat hij dat niet hoeft te doen. Je gaat recht, je zet hem op 10 kilometer hoogte, je drukt in 800 kilometer. Nou, dat ding gaat, vliegt er vanzelf wel naartoe. Je kan even een ditje gaan doen, vliegt vanzelf. Maar je hoeft dus niet te dippen. Nou, maar bij een holle aarde, als je dus aan de binnenkant zit, zou je het probleem hebben dat de aarde dan steeds naar je toe komt, als het ware. Dus dan heb je hetzelfde probleem. Want een heel simpel voorbeeld, als de aarde een bol is en ik sta op de Noordpool, dus helemaal aan boven, en ik zou naar beneden willen vliegen, nou ja, er komt een moment hè, dat ik ondersteboven ga vliegen. Ik kan het niet anders formuleren. Dus als je boven op de aardbol zou staan, je zegt, kom, maak even een rondje. Er komt een moment dat je zo naar beneden vliegt en er komt een moment dat je ondersteboven vliegt om aan de andere kant weer naar boven te kunnen komen. Dus voor mij, en toen wist ik van, of wist ik, maar toen ben ik gaan onderzoeken naar de platte aarde. En in 2016 was ik al zover dat ik dacht van ja, ik ga daar de First European Flat Earth Conference voor opzetten in Egmond aan Zee. En daar waren toen die mensen van PoNews bij aanwezig. We hadden toen zo'n 14 nationaliteiten, die waren verzameld daar in Egmond aan Zee. En we hebben een tweedaagse conferentie gehad. En ja, dat was eigenlijk de eerste Flat Earth Conference in de wereld. Later is er wel een gekomen in Amerika en Engeland ook, Nieuw-Zeeland. En ik ben ook bezig om nog voor Duitsland, een Deutsche Flagge Erde Conference, te maken. En dat willen we, ja, als het even kan doen, in oktober, november van dit jaar nog. Vrij snel. Ja. Maar goed, dus de aarde is niet, ook niet uit een Big Bang ontstaan. Hè, want dan krijg je het volgende punt, als het dan een bol is, waar komt die bol vandaan? Ja, uit Georges Lemaître, die had in 1832 bedacht dat er een soort Big Bang kwam. Nou ja, dat kan helemaal niet, want als je een atoompje hebt die draait, bam, uit elkaar gaan, dan zul je zien dat alles van elkaar afspettert, zeg maar. Maar alles draait ook dezelfde kant op. Als je kinderen op een draaiplateau zet in een speeltuin, hè, en je laat er iemand, dan gaan ze wel gillen, maar dat geeft even, dit is voor een experiment. Hè. Mm. Dus dat je dan, en je draait ze rond met 80 km per uur, dan vliegen ze allemaal van die schijf af. Hè, en ze komen pas tot stilstand als ze weerstand hebben in een boom of een lantaarnpaal waar ze dan tegenaan komen. Maar wat er gebeurt is op het moment dat die kinderen eraf vliegen, dan draaien ze in dezelfde richting als dat ook het plateau heeft gedraaid, zeg maar. Omdat de atomen aan de buitenkant draaien sneller dan de atomen aan de binnenkant. Dat zou dus betekenen dat ieder planeet, ieder sterrenstelsel in ons systeem, moet allemaal dezelfde kant op draaien. Anders kan dat nooit uit één Big Bang komen. Je kan niet de ene die kant op hebben draaien, de andere dat gaat niet. Maar ja, dat zien we dus in de praktijk niet. Uranus en Venus die draaien de andere kant op, dan dat de rest allemaal draait. Dus daar alleen al uit zou je kunnen concluderen dat die Big Bang dus nooit heeft plaatsgevonden. Ik kan nog heel lang, maar dat is niet de bedoeling. Maar oké, dus wat de aarde wel is, ik geef namelijk twee lezingen. Ik heb één van 3 uur, dat gaat over de vorm en de structuur van de aarde. Ik noem het even de aardse waarheid, heet dat. En ik heb nog een andere, dat heet Rebirth. Dat is eigenlijk nieuwe informatie over de Earth, nieuwe informatie over de aarde. Die duurt ook 3 uur, soms 3,5 uur. En daar gaat het over, wat is nu de aarde? Hoe maak je nu een aarde? Hoe werkt dit ding? Hoe komt dit tot leven? Wat is hier gebeurd? Nou, en dan kom je dus op een heel ander verhaal, wat natuurlijk niet in de boekjes staat. Want als ik vertel over wat hier vroeger geleefd heeft en waar wij werkelijk overheen lopen. He, en dat ik dieren heb ter grootte van 1200 kilometer. En dat de mensen die hier geleefd hebben op aarde, he, wij denken dat wij groot zijn, maar en dat de reuzen geleefd hebben van 6, 8 en misschien wel 20 meter groot. Mm. Ik laat de mensen reuzen zien van ongeveer 10 kilometer groot. Kilometer? 10 kilometer groot. Mm. En ik vertel het niet alleen, ik laat het de mensen zien. Het is alleen dat wij daar niet bij kunnen dat de levensvormen die hier zijn geweest op aarde zo gigantisch groot, ja wat is groot en wat is klein, dat leg ik de mensen ook uit, dat mag je eigenlijk nooit vertellen, maar zo anders waren onder een heel andere luchtdruk, want hoe meer luchtdruk, hoe groter het organisme gaat worden. Mm. En dat kan ik allemaal uitleggen, maar alleen dat duurt 3,5 uur, hè? Dat is een complete lezing. Maar
Dus, en ook hoe zo'n aarde ontstaan is. Ik heb één grote vriend die woont in de Pyreneeën. Een Franse wetenschapper. En die, we hebben heel veel contact. En op een gegeven moment, toen belde hij mij ook. En toen heeft hij mij in 3 kwartier de complete schepping uitgelegd. Compleet hoe alles transformeert, muteert, atomen op elkaar inwerken. Ik was helemaal kapot na afloop, want hij spreekt ook alleen maar Frans. Ah. Hij en Marokkaans. En, nou, mijn Frans is behoorlijk goed, maar dat was, ik zei, Hassan, Aret, je moet echt even stoppen nu, want dit is me te veel. En we hebben continu, ik ben ook bij hem gaan wonen daar. Hij had nog een tweede huis in Saint-Tropez, dus daar ben ik ook geweest. Heel veel contact. Hij heeft me zoveel geleerd over transformatie, wat in de aarde aanwezig is, zeg maar, hoe dat ontstaat, hoe warmte, wat lava is, een soort bloed wat door de holle wortelen van bomen stroomt. Je had hier gigantische bomen op aarde, de giant trees, van tot soms 60 kilometer groot. Die lava? Nou, nee, er is een warmtebron, dit gaat heel ver hoor, maar die buiten ons aardse veld ligt en die pusht als het ware de lava. Alle vulkanen zijn onder de aarde met elkaar verbonden. Je hebt het is een soort huid is het, zeg maar, met poriën. Ja. En uit bepaalde poriën komt dan af en toe wat uit. Alleen de lava die stroomt, als je een boom sterft, dan op een gegeven moment zul je zien dat die wortelen, die krijgen een soort gat in het midden. En dat gat in het midden wordt dan groter en dat lijken net tunnels. Dat lijken net tunnels. Maar dat is ook met... Ik weet niet hoe ver je gaat hoor, maar bijvoorbeeld we hebben toen in Turkije, toen hebben ze hele enorme ondergrondse tunnelstelsels gevonden. Ja. Enorm, kilometers en kilometers lang en heel vertakt. Maar op het moment dat jij een gat graaft in jouw tuin van 3 kubieke meter, dan heb je ook een bult van 3 kubieke meter. Ja. Je haalt het hier weg en je gooit het daarom bult. Men heeft dus men kon totaal niet weten waar is al dat spul gebleven, wat ze uit die tunnels, want je graaft het weg, maar waar breng je dat dan naartoe? Nou, wat zij dus niet door hadden, was dat als een enorm organisme, dan hebben we het bijvoorbeeld een reus van 8 kilometer, stel dat die sterft, dat de bloedvaten, dat bloed, dat stroomt er dan uit. En wat je dan krijgt, is dat je eigenlijk, wat zij werkelijk deden, ze liepen door de uitgedroogde, versteende, want alles versteent, bloedvaten van enorme, gigantische, levende organismen wat daar zijn geweest. Dus er hoeft helemaal niks weg te graven worden. Het is een natuurlijk systeem wat is ontstaan. Ja. Alleen, het enige wat ze hadden moeten doen is DNA-monsters moeten nemen, als het dan nog functioneert, hoe oud het ook is. Steeds ouder worden was lastig, hè? Om te kijken wat het werkelijk is geweest. Oké, dus dat organisme, dat was niet de aarde, maar dat was zo'n organisme waar je het over hebt van 10 kilometer bijvoorbeeld. Of 20 of 30. Die daar te rusten is gekomen klopt. Onderdeel is geworden van de aarde. Hoe dieper je graaft, hoe groter de enorme structuren, plantencellen, zo groot als bijvoorbeeld dit gebouw, een plantencel. Zo moet je het voorstellen, is de aarde eigenlijk ontstaan. Dus alles wordt nu steeds kleiner en kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Dus we staan zoals wij daadwerkelijk dus op onze voorouders. We lopen over de karkassen en de versteende resten van gigantische bomen, planten, dieren en mensen heen. Ja. Wauw, het opent laag op laag. Een nieuwe... Laag op laag. Ja. Dat is wat er nu ook in deze tijd aan het ontstaan is, wat ik bij mezelf ook ontdek. Dat er openen nieuwe deurtjes, nieuwe perspectieven, alsof er meer ruimte komt voor nieuwe informatie. Nou ja, dit soort dingen worden natuurlijk niet, want dit druist in tegen de evolutietheorie van Darwin. Ja. He, die kwam in wat was het, 1760 of zo, rond die tijd met zijn boek, 1859 of zoiets, maar met zijn boek over de ontwikkeling van species en soorten en dergelijke. Maar die geeft een heel ander verhaal, dat de mens eigenlijk uit een amoebe is ontstaan en gegroeid. Dat is natuurlijk totale kletskoek. En dat weten heel veel wetenschappers ook wel, maar alleen als je tot de club behoort, tot de vrijmetselarijclub, net als Einstein, die werd min of meer gedwongen om de flauwekultheorie van Georges Lemaître, die Big Bang, te ondersteunen. Dus wat moest Einstein? Die moest zich in allerlei bochten brengen met theoretische natuurkunde en theoretische filosofieën eigenlijk, om maar te ondersteunen iets wat krom was. Met dark energy en dark matter en space-time en allemaal dat. Er is geen ruimte. Er is geen space als zodanig. Wij zitten in een afgesloten systeem.
al die rassen voor ons, al die volkeren voor ons, hebben dat allemaal in hun geschriften staan. De aarde is een afgesloten systeem met luchtdruk. We zitten in een soort luchtdruk, als kun je niet leven, maar zo, hè, dus een systeem. En daar kom je niet uit. Als laatste onderwerp nog hierop, want ik denk dat we ook naar een afronding toe moeten van dit interview in ieder geval. Ja. Wil ik even naar de planeten en de zon. Ja. Dan. Nou, in mijn opstelling, de zon is niet een brandende bol. Dat kan natuurlijk helemaal niet in een vacuüm. Vuur heeft een katalysator nodig, bijvoorbeeld om te kunnen verbranden. Dus bijvoorbeeld zuurstof of lucht in dit geval. Dat vond ik ook altijd raar. Hoe kan die bol na eeuwig blijven branden? Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus de zon, ook de foto's van NASA, zijn absoluut niet te vergelijken met een foto die je zelf zou maken. Nee. Dus NASA houdt ons voor de gek met zonnevlammen die er natuurlijk niet zijn. De zon is niet een gloeiende bol op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde. De zon zit vlak bij ons, zit vlak boven ons. En het enige wat hij doet is dat hij cirkeltjes trekt boven de vlakke aardse schijf. Komt hij de ene keer wat meer naar het midden, dan hebben wij zomer. En de andere keer gaat hij wat over de evenaar, weer naar de buitenring. En dan hebben ze, zeg maar, in Zuid-Afrika hebben ze daar zomer. Nou, dat is wat de zon doet. Maar de afstand tot de zon, dat zal minder dan 100 kilometer zijn. Echt minder dan 100 kilometer. En dat geldt voor de maan ook. Die hobbelt daar wat achteraan, zeg maar. Dus de zon wordt alleen gebruikt om de aardse schijf te verwarmen. En ik durf misschien zelfs zo ver te gaan dat het licht niet naar boven gaat, zeg maar alleen naar beneden. Het is een soort plafonnière, zeg maar, die alleen maar naar beneden schijnt en dit verwarmt. Maar dan zie je het puur technisch, hè? Is de zon geen levend wezen? Heeft het geen ziel? Is het geen... Nou ja, in het Taoïsme, zeg maar, alles heeft een ziel. Ja. Dus of die tafel ook, maar een zon ook, zeg maar. Of de zon een levend iets is, vind ik lastig op te antwoorden. Voor mij niet. Voor mij niet. Voor een ander misschien wel. Dat die zegt van, joh, nee, dat is ook een levende entiteit. Hè, of een verzameling van vergane zielen. Je kunt er een verhaal om maken, hoor. Maar het is natuurlijk een enorme licht- en energiebron. Dat is wat het is. Op het moment dat wij accepteren, zeg maar, hè, want je zei zelf al in het begin, wij zitten vol met, hè, we hebben triljoenen cellen, maar we hebben nog 10 keer zoveel rennende bacteriën en microben in ons lichaam. Kun jij bijvoorbeeld, even een mooie parallel, 80 kilometer per uur zwemmen in een zwembad vol met pindakaas? Nee. Nee. Er zijn bacteriën in jouw lichaam die doen dat. Viscositeit, zeg maar, van bloed hebben zij, of door plasma waar ze heen zwemmen, ze hebben een klein rotortje aan de kont zitten en dan daar draait, maar die kunnen die snelheid halen, dat wat vergelijkbaar met keerkoppeling. Als je geen motorboot hebt, dat betekent dat je 2 kanten op kan, maar de voor- en achteruit. Dat zijn dus, maar op het moment dat we accepteren dat er een micro-wereld is, is er ook een macro-wereld. Ja. En die macro-wereld, daar weten wij heel weinig van. Want het is hetzelfde voorbeeld wat je keurig aangaf van, ja, iets wat in jouw knie aan het rondrennen is, om dat een beetje goed te houden. Ze heeft geen idee dat die in een veel groter organisme werkzaam is. Ja. Daarom denk ik dat wij ook in een veel groter organisme bezig zijn. Alleen die macro's kunnen maar een heel weinig aantal mensen zien. Eén daarvan ken ik, die kan het wel zien. Ja. Die man in Saint-Tropez. Nee. Nou, daar is wat bijzonders mee gebeurd. Die is een keer van een paard gevallen. Hebben zijn hersens opengelegen. En dat is met goed bedoeld, met warme handdoeken is er wel weer in elkaar gezet. Maar daardoor is iets losgekomen, een soort briljantheid, waardoor hij, zeg maar, de werking van motoren en ook de werking van bomen, hij kan de fruitsappen bij de bomen zien oplopen. Zeg maar. Dus hij heeft iets heel bijzonders. Dat is magnifiek om naar te luisteren en zo magnifiek en hij, om bij te zijn, zeg maar. Maar daardoor heeft hij gaven die wij niet hebben. Net of er bij ons iets afgekoppeld is. Nou hebben de Anunnaki, die hebben natuurlijk wel wat bij ons afgekoppeld. En bijvoorbeeld het feit dat Anunnaki komen van Sirius? Anunnaki is een verzamelnaam van verschillende rassen van wat wij buitenaardse zouden noemen. Ja. Ik gebruik liever de term interdimensioneel. Alles wat buiten een andere dimensie zit, ja, dat nemen wij toch niet waar. Ja. Pas als zij willen dat ze afzakken naar onze dimensie, dan zeggen ze, hé, daar lopen we op. Maar ik ga dit bewaren voor een volgende. Ik ga nu goed naar een afronding af. Doe maar. Ja, ik vind het ook hartstikke interessant. Ja. Maar we waren even aan het afronden op dus de planeten en de zon en de maan. Voor mij persoonlijk is het zo dat wij hierboven zien,
aan planetaire bewegingen en orbs. Alles wat boven ons zit, zon, maan, is allemaal bedoeld voor zeg maar, de mens dat wij ja, het idee hebben dat we in een soort systeem leven. Zeg maar. En ik ben niet van de space, dus ik denk niet dat er andere in die zin bewoonbare planeten zijn. Planeten in de zin van ronde bollen die ergens maar zweven door een onmetelijke ruimte, wat in mijn geval zeker niet waar is. Maar dat er wel leven kan zijn, zeg maar, op andere soortgelijke velden als dat de aarde is. Mm. En dat inderdaad buiten het ijs gebeuren. Buiten dat, het daar ijs ben ik, ja, van de klopt, zogenaamde ja, Zuidpool. Ja. En de eerste, de beste die daarover berichtte, Admiral Byrd, ja, die werd uit zijn functie gezet, zeg maar. Ja. Heeft ook dat boek gepubliceerd over wat hij heeft mee mogen maken en wat hij heeft gezien. Maar ja, dat mag niet bekend worden. Direct ja. daarna is ook die treaty gemaakt van jongens, niemand mag er komen. Mm-hmm. Stel je voor dat wij zouden ontdekken wat daarachter zich allemaal plaatst. Ja, heb ik ook uitgezocht. Ja, je kan niet zomaar inderdaad naar de Zuid een expeditie doen. Ja. Dan denk ik dat we daar bij dit gesprek in ieder geval bij afronden. Ja. En ik denk dat dit gewoon in één take zo helemaal goed is. Hartstikke bedankt voor dit gesprek in ieder geval. Ja, laten we ook links naar die presentaties die je noemde, die lezingen, hieronder zetten. Ja. Dat mensen daar naartoe kunnen. Lijkt me ook heel interessant. Ja. Ja. En wie weet kunnen we in de toekomst nog een keertje doorpraten over bijvoorbeeld de Anunnaki of ja, ik vind dat prima. Je kunt in één gesprek is toch al heel lastig om allerlei dingen, tenminste in detail, te gaan doen. Ja. Maar ja, er zijn nog heel veel zaken. Ik ben niet van de, laat ik zo zeggen, ik probeer de grotere verbanden tussen 5G, tussen corona, wat op dit moment dan hot is. En wat is de bedoeling van de overheid of van de leiders en de machthebbers zeg maar, met ons. En wat is onze taak op aarde, spiritualiteit. Ik probeer dat allemaal wat te verbinden. Ja. En daarom ben ik ook blij dat ik iets zoals die events als Earth and Beyond en de Truth Convention, Shine, allemaal mag organiseren. Omdat het dat in contact brengt met een heleboel bijzondere mensen, met echt bijzondere gaven. En ja, dat is zo mooi om naar te luisteren en om daar ook bij te zijn. En ik combineer al die kennis dan. Ja, en dan word je snel weggezet door de mainstream media als een complotdenker of wat dan ook. Dus ik hoop met deze video in ieder geval bij te dragen aan het gewoon dichtbij brengen van dit soort bijzondere dingen die jij... Kijk, het gaat mij niet om het is, ik moet veel alleen doen. Ik moet veel alleen kijken, zeg maar, en mensen volgen. Het is soms ook saai en dat soms in vier talen, ook in Spaans en Frans en Duits en Engels. Maar goed, dat is niet erg. Want vooral in Duitsland komen op dit moment trouwens hele mooie video's vrij. Ook over de reuzen die hier geleefd hebben, maar ook over de platte aarde bijvoorbeeld. Heel veel met noodlandingen. En waarom maken vliegtuigen gekke noodlandingen wat niet uit te leggen is op een bol? Ja. En nou ja, dus je moet wel veel volgen. En ik hoop dat straks, als alles weer een beetje normaal is, zeg maar, dat je ook weer het land in kan gaan. En gewoon weer fijne avonden voor mensen kan doen. Ja. En iedere keer zijn er zo'n 25, 30 mensen aanwezig. En dan hebben we gewoon een leuke avond. En als mensen vragen hebben, dan probeer ik ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Ja. Ja. Het is een fijne energie, het is een open gesprek. Ja, ik wil nooit iemand overtuigen. Ik geef informatie en ik hoop dat ik ze wat dichter bij de waarheid breng. Ja. Zeg maar. En dat is wat een ziel wil. Ieder mens heeft een ziel. En die ziel die streeft naar een hogere trilling. Ja. Een ziel wil daarvoor. Maar dat bereikt hij ook om dichter bij die waarheid te komen. Zeg maar. Ja. Een ziel wat totaal weg is van de waarheid, die is ook niet blij en gelukkig. Zeg maar. En wat doet hij dan met het lichaam? Want het lichaam is zijn vervoermiddel, er gebeuren dingen waardoor iemand toch, iemand wordt ziek of iemand struikelt en breekt zijn been en komt tot rust. Mm. En deze periode is natuurlijk ook bij heel veel mensen zijn ontwaakt, omdat men eigenlijk uit het ritme komt. Men hoeft niet meer snel naar school, men hoeft niet meer naar het werk, men moet even die rust nemen. En dan pas je kan alleen springen vanuit rust. Vanuit rust, stilstand kun je springen, niet vanuit als je elke dag bezig bent. Dus ik hoop dat door deze periode het voor ons makkelijker ook wordt om weer mooie dingen te
te organiseren en mensen nog verder te vertellen. Want dit had ik 3 jaar geleden niet kunnen doen. 3 jaar geleden was dit te ver. Als ik vertel over gigantische bomen of onderaardse lavatunnels, zeg maar, waar het gebeurt gewoon, dus waar het doorheen stroomt. En dat regelt het klimaat. De mens heeft geen invloed op het klimaat. Hmm. De mens heeft geen invloed, wel op weer en chemtrails, en dat snap ik. Maar het klimaat, want slechts 3% van de aarde is bewoonbaar voor mensen. Hmm. De mens kan slechts op 3% van de aarde wonen. De rest is allemaal wateroppervlakte, ijsoppervlakte en woestijnoppervlakte, waar je dus niet kunt wonen. Nou, als jij dan wil beweren, jij niet, maar iemand wil beweren dat de mens dan invloed heeft op het klimaat, dan denk ik, ja, hoe weet je dat nou? 97% kan de mens niet eens komen. Ja. Ja, dus dat, de mens heeft helemaal geen invloed op het klimaat. En dan komt er zo'n Greta Thunberg en dan denk je ook... Ja, dus daar inderdaad kunnen we ook een keer over door. Mijn slotzin is dat als mensen wat meer kennis tot zich nemen, zeg maar, dan zul je makkelijker een nieuwe leugen of wat nieuwe onzin gaan herkennen. Ja. He, dus een stukje intellectuele bagage verzamelen door te zeggen, dan sta ik wat steviger als iemand aankomt met een of ander zwamverhaal. Waar je denkt, ligt glimlachen, joh, dat is toch niet waar. Dat zou ik fijn vinden, dat de mensen denken, wauw, nou, ik weet wat meer dan toen en ik sta nu wat steviger in mijn schoenen. Klaar. Nou, daar doe je een enorme bijdrage aan, volgens mij. Je deelt je informatie met heel veel mensen. En ik hoop dat dit ook weer een hoop mensen bereikt. Dit mooie verhaal. Ik heb enorm genoten van dit gesprek. Ik ben weer een heel stuk wijzer. Een hoop nieuwe informatie en nieuwe deurtjes geopend om te gaan onderzoeken. Ja. Dus wie weet in de toekomst dat we dit nog een keer doen. Lijkt me prima. Leuk. Helemaal goed. Goed. Alright. Keurig. Nou, bij deze sluiten we het af. Ja. Abonneer je, deel deze video en ik hoop dat het informatief ook voor jullie is geweest en dat alle apparatuur goed heeft gewerkt. Dus dit was Olaf, Frans Heslinga. Frans Heslinga en dit was het kanaal 5G Free. Tot ziens. Dag. All right.